Je bent heel scherp in het naar boven halen van die precieze meerwaarde. En je stelt daar ook verhelderende vragen voor als je zelf helemaal in je eigen idee bent vastgedraaid. Want soms heb je dat als je zo met je eigen product bezig bent, dat je een beetje in een trainersjargon gaat praten. Nou, dat sta jij niet toe. Jij haalt het elke keer weer naar boven van wat wil je nou precies zeggen? Nou, dat helpt gewoon heel, heel goed. Dus ik ervaar het als heel waardevol. En ook wat je doet na de video is dat je helpt om dat marketingplan scherp te stellen. Dat is echt heel fijn. Mijn naam is Marieke van Ginkel en ik ben leiderschapstrainer en teamcoach. En ik help vooral heel veel leiders die niet langer willen sturen op macht, maar veel meer in verbinding met hun groep resultaat willen bereiken. Dus ik ben gespecialiseerd in informeel leiderschap. En hoe krijg ik een groep mee zonder dat ik onder druk zet? Nou, en ik help hen met paarden, zodat ze kunnen zien hoe ze overkomen als leider en hoe je ook een groep meekrijgt. En ze zien daardoor heel snel wat hun gedrag is en wat het effect is van hun gedrag. Het werk wat ik doe is echt super concreet en praktisch. Dus dat wilde ik heel graag in beeld brengen en ook op een hele professionele manier. Het is heel fijn dat als jij daarin mij begeleidt, dat ik daar helemaal niet meer over na hoef te denken. En ik wist van nou, het videoverhaal, dat komt helemaal goed, want ik kan het helemaal aan jou overlaten. Dus vandaar dat ik met jou heb gewerkt. Ik dacht, nou, ik wil echt laten zien wat de meerwaarde kan zijn. Het gaat helemaal niet om die paarden, maar echt wat heb jij er om als mens, zodat je ook kan zien hoe die paarden als instrument werken voor jou. Nou, je hebt me daar enorm geholpen om ook vanuit het perspectief van degene die kijkt een goed samenhangend verhaal te maken. Dus dat is de reden waarom ik met video heb gewerkt. Je merkt dat mensen heel lang je volgen en in de gaten houden van oh, deze training zou ik ooit willen doen. Als ik budget heb, dan ga ik dat doen. En dat het heel veel uitmaakt dat ze gevoed worden in de tussentijd door verhalen van andere mensen. En dan heb je gewoon een soort van bewijs nodig dat het echt voor je werkt. Nou, dat is wat testimonials echt voor je doen. Ook op langere termijn. Dus om structureel testimonials te verzamelen helpt heel erg goed. En je merkt van dat je profiel vaker wordt bekeken en dat er vreemde mensen bellen. Dus mensen die niet op je lijst of in je warme netwerk zitten, maar uit andere delen van het land opbellen en zeggen, nou, ik heb je video's bekeken. Ik denk dat dat iets voor mij is. Dus je vergroot je klantenkring enorm. Je zoekt dan altijd naar keiharde cijfers in omzet, maar ik zie dat meer door de jaren heen. Je ziet gewoon dat je bedrijf groeit. Want ik merk dat als mensen veel video's hebben bekeken, ze weten goed wat de training inhoudt, ze weten goed wie ik ben en wat ik te bieden heb. En dan bellen ze, dan weet je zeker, oh, dat is een wel overwogen beslissing van deze klant. En dan heb je een veel betere lead dan dat het meer schot hagel is, waarbij nog heel veel onduidelijk is in het proces van wat je te bieden hebt of voor wie het is. Nou, ik zou willen zeggen dat het je heel erg helpt om niet alleen meer klanten te krijgen, maar ook echt de juiste klanten. Ik merk dat ik vaker strategiegesprekken heb die direct to the point zijn, waarbij je eigenlijk al weet dat het klopt. Maar door video heb je wel een soort stap te zetten van nu ben ik klaar om een groter publiek aan te spreken. Ja, dat is natuurlijk ontzettend eng, maar heel belangrijk dat je dat doet. Dat het niet meer alleen in je eigen veilige cirkeltje blijft, maar dat je op een gegeven moment een stap zet. Denk ik, het is allemaal echt goed genoeg om de wereld te veroveren. Het video maken dwingt je ook om heel scherp te zijn van wat heb ik nou eigenlijk te zeggen? En wat is mijn meerwaarde dan als ik dat moet zeggen in één zin? Dus je merkt dat het hele proces van video maken je eigenlijk al helpt om meer te profileren. En ja, ik merk dat als ik met video's bezig ben, zo door de tijd heen, dat het eigenlijk steeds beter wordt. Je wordt steeds meer helder in je profiel en je krijgt steeds meer de juiste klanten. En video maakt dat gewoon super duidelijk en die testimonials maken dat ook duidelijk. Dus je krijgt meer klanten en ook de klanten die je wil hebben. Ja, dus het is heel waardevol om testimonials te hebben. Ja, doet heel veel.